Vandaag is het 11 november en we zitten hier om het verhaal van Robert van der Luitgaarde in beeld te brengen. Robert van der Luitgaarde is schrijver van het boek Weggejorist. Welkom Robert, wat fijn dat je hier wil zijn. Jij hebt een belangrijk verhaal te vertellen. Je hebt een boek geschreven, dat heet Weggejorist. Kun je daar iets over vertellen? Waarom ben je dat boek gaan schrijven? Nou, dankjewel. Allereerst voor de uitnodiging hier bij LNN. Uh, en de mogelijkheid uh, te geven om mijn verhaal te doen. Over het boek Weggejorist. Uh, omdat ik het belangrijk vind uh, dat kinderporno-zaken uh, aangepakt worden. die binnen justitie zijn geseponeerd en genegeerd zijn. Daarom heb ik het boek Weggejorist uh, geschreven. omdat ik zelf ben misbruikt geweest. Je bent zelf misbruikt geweest? Ja. En uh, dat is geweest door een, uh, door een directeur. Uh, van welke organisatie was die directeur? Die was uh, directeur van de Katholieke Kinderbescherming in Den Haag. En uh, later bleek dat hij dat uh, zelf heeft opgericht, die kinderbescherming. En hoe is dat begonnen? Wat was jouw band met die directeur? Nou ja, ik, uh, uiteindelijk werd de ouderlijke macht ontheven uh, van mijn ouders. En uh, hij was mijn toever, uh, toeziend voogd, om het zo maar te zeggen. En in welk jaar was dat? Dat is rond 1977 geweest. En. Uh, dus ik had veel met hem te maken. Toen mochten mijn ouders uh, mij een uurtje per maand zien op het bureau van de kinderbescherming. Oké, okay, dus hij, uh, hij was jouw voogd en uh, die directeur heeft jou seksueel misbruikt. Ja. Uh, hoe, wanneer is dat begonnen? Op welke leeftijd? Ja, dat is eigenlijk rond mijn twaalfde uh, gebeurd. Uh, en dat was eigenlijk naar een uh, bezoekuurtje waarvan mijn uh, vader was geweest, uh, op dat kantoor van de kinderbescherming en uh, ja uh, die man die kocht ook altijd uh, pindakaas voor me uh, al, want ja je blijft daar een paar uur om het zo maar te zeggen op die kantoor dus je gaat daar ook lunchen en, en dat soort dingen dus ik had heel snel een vertrouwensband met die man en uh, op een gegeven moment uh, de bezoeker was voorbij en ik ging op zijn kantoor uh, uh, een tekening maken, eigenlijk. Want ik, uh, hij zou mij terugbrengen naar een internaat in Wassenaar, waar ik woonde. En, uh, maar hij moest nog wat anders doen, dus ik uh, werd bezig gehouden om een tekening te maken. Die had ik ook gemaakt. Ik weet maar god niet meer wat ik getekend heb. Maar goed, iets moois waar ik trots op was. En uh, ik liet hem uh, trots uh, dat zien. En uh, ja, hij nam me eigenlijk op schoot achter het bureau. En ja, ik had niks in de gaten. Ik, ik zocht er ook totaal niks uh, achter. En in één keer uh, zat zijn broek in mijn uh, of zijn hand in mijn broek en uh, raakte die mijn geslachtsdeel aan. En weet je nog hoe je op dat moment reageerde? Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik begin er nu nog van te weten. <laughs> uh, ja, ik klapte dicht. Ik kon niks zeggen. Ik uh, wist totaal niet waar die man mee bezig was, waarom die aan mijn plasje zat en dat soort dingen allemaal. Alleen, uh, ja, het lillige was uh, toen hij mij wegbracht naar uh, Wassenaar. Toen zijn we nog langs de Wassenaarse was duinen gegaan en uh, ja, daar hebben we, ja, opnieuw uh, comforteerde hij mij daarmee met, uh, met uh, seks. Maar uh, nu moest ik ook met mijn kleine handje zijn uh, geslachtsdeel uh, beet houden. Wat was de naam van deze man? Dat is uh, André Beemster. En wanneer uh, ben jij uh, daarmee naar buiten gekomen? Ja, dat was uh, uh, zodra ik 21 was. Uh, heb ik aangifte gedaan, een half jaar later. Samen met Yvonne Kuls. Schrijfster uh, van het boek Tommy, nu. En vroeger Annie Berber en de Tedere Crimineel. En dat ging over een kinderrechter, kinderrechter Ruip. En die was ook bevriend met deze directeur van de kinderbescherming, André Beemster. Dus jij hebt op 21 jaar leeftijd heb je aangifte gedaan ja. tegen, deze, tegen deze directeur van de kinderbescherming. Ja. En uh, toen ben jij geholpen geweest uh, in, uh, in het naar buiten brengen van bewijsmateriaal, moet ik dat zo zien? Nou ja, Yvonne Kuls die heeft uh, uiteindelijk uh, uh, mijn dader, André Beemster, uh, geconfronteerd met de zaken. Want uh, zijn naam was al vaker uh, gevallen. Uh, zij heeft ook pupillen begeleid, zeg maar in een opvangcentrum, waar ook deze man dus bij betrokken was. Maar ook dus, de Dus het verhaal van het uh, seksueel kindermisbruik door deze directeur... is toen uh, van meerdere kanten uh, bevestigd ja. geweest? Ja, nou sterker nog, die directeur André Weemster... die heeft dat zelfs tegen Yvonne Kuls bevestigd. En in mijn boek is een verklaring te lezen van Yvonne Kuls... waarvan ze dat ook bevestigt. Maar ook als jullie uh, uh, de boekenpresentatie zien, uh, weggejorrest... Waarvan Ivan de Kuls en Adele van der Plas spreken over mijn boek Wegjurist. En de tijdsperiode uh, waar toen dit allemaal afspeelde in de jaren 80, 90. Uh, ja, is duidelijk te zien uh, hoe de situatie was. En wat is er toen gebeurd met die aangifte, met al dat bewijs? Want het komt niet vaak voor dat een geval van seksueel misbruik met zoveel bewijs gepaard gaat. Wat is er toen mee gebeurd? Ja, tot mijn uh, rare verbazing eigenlijk. Uh, had ik verwacht uh, na de uitzending. Uh, nee, uh, laat ik het zo zeggen. Um, om mijn aangifte kracht uh, bij te zetten, heb ik toen een, uh, een tv-optreden gedaan. Een live uh, tv-optreden bij Sonja Barend in 1985. En dan moet je jullie voorstellen, toen had je nog alleen twee zenders op de tv. Dus ik had een miljoenen publiek. En dan zou je verwachten dat de politiek. In de maatschappij van zo'n verhaal, meteen een, een hele groot verhaal maken. En terecht. He, de kinderen die onder de kinderbescherming worden misbruikt. Uh, die uh, een, een doorspeelkind zijn geweest van, uh, van kinderrechters en dat soort dingen allemaal, dat moet, dat moet gewoon uh, aan de kaak gesteld worden. Ja, nou, de, de zaak is uiteindelijk, uh, ondanks bewijzen, toch geseponeerd. Uh, door justitie, uh, heel vreemd. Uh, men zei eerst door een typefout tegen mijn advocaat. En later zei men, uh, ja dat komt uh, omdat ik in een uitzending heb gezeten bij Sonja Barend. En uh, de afspraak was dat ik de naam André Beemster niet zou noemen in de uitzending. En uh, dat heb ik ook niet gedaan. Maar toen gebruikten ze die excuus. Dus uh, mijn zaak is geseponeerd. En het leuke daarvan is dat er andere slachtoffers natuurlijk ook bij betrokken zijn. Uh, maar automatisch zijn hun zaken dan ook geseponeerd. Alleen, uh, ja, ik ben mondig en die anderen niet. Dus de zaak die is geseponeerd geraakt, uh, ondanks alle bewijslast. Uh, daarna ben je in een uh, uitzending terechtgekomen op Nationale TV om uh, toch nog weer het verhaal te doen, omdat je niet wilde opgeven. Uh, wanneer was dat uh, en hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, dat was in 1986. Toen ben ik bij uh, Sonja Barend uh, geweest. Ik zie je hier. En uh, daar ben ik terechtgekomen dankzij Yvonne Kuls. Uh, ik ben daar speciaal uh, naartoe gegaan, dat was een live uitzending. Toen had je nog Nederland 1 en 2, dus echt een miljoenenpubliek. Uh, Zwetend zat ik daar, zoals jullie wel zullen kunnen zien in de uitzending. Uh, maar ik zat daar vooral om te voorkomen dat deze man uh, van zijn functie af werd gezet om te voorkomen dat die andere slachtoffers uh, kon gaan maken want ja, ik ben inmiddels weg. Dus er is een plek leeg en dat moet toch opgevuld worden. En uh, dus ik ben via van de Keuls daar teruggekomen. Yvonne Puls, dat is een, een schrijfster. En zij heeft jou geholpen om uh, deze zaak nog verder aan het licht te brengen nadat de zaak geseponeerd is geweest. Ja, dat klopt. Uh, op een gegeven moment, uh, voordat ik aangifte ging doen tegen de directeur van de kinderbescherming, woonde ik op een kamertrainingcentrum. En uh, ja, ik zat te denken hoe moet ik dit uh, nou gaan aanpakken? Want je hebt toch wel met de hoge hebben te maken. En uh, toen heb ik overlegd met mijn mentor. En die zei, ja, je moet Ivan de Kult benaderen. Want die, uh, die heeft een boek geschreven over een kinderrechter, ook uit uh, Den Haag. Die bevriend bleek later met, uh, met uh, mijn dader, André Beemster. En uh, die kan je het beste benaderen. Dus uh, ik heb haar uh, geprobeerd te benaderen via een bibliotheek die schuin tegenover mij uh, zat. En uh, toen ik uh, informatie ging vragen. Uh, uh, waar de uitgeverij zat en, en dat soort dingen al. Maar toen uh, vertelde die medewerker dat ze een straat achter mij woonde. Ja, niets toevallig is dan, uh, dan dat. En ik heb haar gebeld. Ik kreeg de telefoonnummer mee. En smiddags om uh, drie uur, en uh, ja, dat vergeten wij allebei niet, uh, ben ik uitgenodigd bij een bakje thee. En toen kwam uh, de aap uit de maan. En, uh, ja. Je vertelt dat je het heel erg moeilijk vond dat de dader van het seksuele misbruik een hoge machtshebber was. Ja. Hoe heb je dat ervaren dat, dat diegene zo'n positie uh, had? Werd je daar bang van? Was je, had je angst voor represailles? Of... Ja, zeker, want uh, kort na het misbruik. Uh, ik heb de eerste misbruikervaring uh, net verteld, hè, over achter de bureau. Uh, maar de tweede hebben we nog niet, volgens mij, verteld op, op Wassenaar, die parkeerterrein. Zal ik dit vertellen? Ja. Uh, hij bracht me dezelfde dag uh, terug naar Wassenaar toe, naar een internaat waar ik woonde. En, uh, maar voordat hij uh, mij daar afzette uh, zijn we nog langs de duinen gegaan. En we hebben uh, op het parkeerterrein gestaan en uh, ja, toen waren hij weer mijn plassertje voelen. Maar toen pakte hij ook mijn, uh, mijn kleine handje en die moest ik uh, om zijn geslachtsdeel uh, uh, doen. En uh, hem aftrekken en ja, ik wist natuurlijk niet wat aftrekken is want daar ben je helemaal niet mee bezig. Maar ja, dan zie je op een gegeven moment het witte speel eruit komen. En dan pak ze een saduki en je veegt het af. En als beloning mocht ik op zijn schoot zitten en mocht ik auto rijden. Nou, kort nadat ik misbruikt werd, werd ik onder zijn toezicht gesteld door André Beemster. Die had mij in contact gebracht met hem. En uh, ja, ik heb op een gegeven moment, toen ik 19 jaar was, ook tegen, tegen die psychiater gezegd. Uh, wat mij was overkomen door die directeur. Maar hij uh, had er totaal geen uh, aandacht uh, aan besteed. Sterker nog, er is een, uh, een memo uh, wat beschreven staat in mijn boek ook, of tenminste, de bewijs daarvan uh, ligt. Waarop uh, de psychiater uh, met een medewerker van de kinderbescherming belt en zegt van ik wil hem uh, vastbinden in de stand die hij, puntje, puntje, puntje. Uh, of ik wil hem ook aanraken. En dat he, dat, die overleggers zijn gewoon geweest met de kinderbescherming. Ja, en was dat, een, was de, de, dat was diegene die dus... Ja, uh, waar je ergens je ei uh, in, in kwijt kon... Uh, ja, was dat een, de eerste opvang net, zeg maar... Door te laten zien aan de directeur van hij begint te praten. Dus pas op. Dus het lijkt eigenlijk alsof het in een heel klein kringetje ja. is gehouden. Ja. Zodat de waarheid niet... Met naar buiten kon komen. Stel nou, stel nou dat ik uh, als 16, 17 jaar, uh, toen begon ik te beseffen met wat verwacht ik te maken had, uh, mijn verhaal had verteld. Uh, ja, dan was ik misschien wel in een psychiatrische inrichting uh, terechtgekomen. Heb je op dat moment dat beseft? Dat ja, 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 absoluut, absoluut. Ik wist ook van, van mezelf van, nou ja, uh, ik moet mijn tijd uitzetten tot ik 21 ben en dan ben ik een vrije, vrije jongen. En uh, ja, zo krijg ik eigenlijk uh, inderdaad zoiets van ja, ze hebben toch de kinderbescherming heel veel macht en uh, de ministerie van justitie en dat soort dingen. En uh, ja, als je dat eenmaal door hebt, uh, ja, dan dan uit zich dat in uh, jezelf niet verzorgen, weinig eten, uh, weinig slapen, uh, dat soort dingen allemaal. Hoe, ja. hoe heb je je toen gevoeld toen je die optelsom begon maken? Eenzaam. Ja, eenzaam. En uh, ja, ik, ik wist gewoon, ik, ik kan mijn mond niet open doen. En is Yvonne dan degene geweest waarbij je voor het eerst een luisterend oor vond? Ja. ja naast die psychiater, die dus uh, daar niet op in is gegaan. Ja. En hoe heeft zij gereageerd op jouw verhaal? Uh, ja, de, de, ze bevestigt het meteen. En uh, zij heeft later ook die directeur van de kinderbescherming uh, geconfronteerd met de feiten. Want zij had toen de tijd een opvangcentrum. Waar uh, kinderrechter Rupe uh, in het bestuur zat. Uh, maar ook zo kinderen kon meenemen. Uh, maar die naam van André Beemster. Uh, die was ook al een paar keer gevallen. Want kende al uh, meerdere lotgenoten, zeg maar. Ik noem ze lotgenoten. En uh, toen heeft zij. Uh, want zo werden bijvoorbeeld onze uitkeringen ingehouden. En dat soort dingen allemaal. Dus. Uh, en als je genoeg had. Uh, ja, als je je genoeg had uh, hoe dat? laten misbruiken, laat ik het zo zeggen. Ja, dan, hè, dan, dan kreeg je je geld en anders uh, niet. Dus je werd financieel gechanteerd? Ook, ook, ja. ja. En uh, uiteindelijk uh, is Yvonne Kuls met uh, een lijst uh, naar de directeur toegegaan en heeft hem geconfronteerd. En die verklaring uh, is ook te lezen in mijn boek Weg, Jurist. Uh, waarvan uh, die directeur ze uh, bekend dat hij inderdaad mij heeft misbruikt. En toen hij die bekentenis heeft gegeven aan Yvonne, wat, wat is daar toen mee gebeurd? Nou ja, Yvonne en ik die zijn uh, meteen naar de politie toegegaan om aangifte te doen in Den Haag. En ik moet zeggen uh, over het algemeen, ik ben uitstekend geholpen door de politie, zei de politie in Den Haag. Die hebben echt hun best gedaan en ze vonden ook uh, dat deze man uh, schuldig was en dat hij zeker uh, ver, ver, vervolgd moest gaan worden. Ja, alleen de Openbaar Ministerie die dacht er anders over. En wat is jouw ervaring met het Openbaar Ministerie geweest? Heel slecht. Heel slecht, ja. Want je noemde net een kinderrechter. Ja. Wat was daar precies mee aan de hand? Nou ja, ik heb, uh, op een gegeven moment later heb ik mijn uh, jeugdzorgdossier opgevraagd. En dan kan je precies uh, zien uh, met voogdijkaarten wie uh, nou je kinderrechten zijn geweest en, uh, en dat soort dingen allemaal. Nou, de eerste kaart uh, is vermist. Die zit gewoon niet in het dossier. Dus ja, mijn vraag is altijd geweest, uh, is dat kinderrechter erop geweest? Uh, ik sta in mijn boek ook met een uh, groot artikel, kan de koningin onze Robbie teruggeven in de story? Ehm... Uh, mijn ouders die waren gewoon geschokt dat de uiterlijke macht in één keer was ontreven. Waarom? Hoe hebben jouw ouders gereageerd toen je met dit verhaal naar buiten kwam? Mijn, uh, mijn vader... Die ik, uh, überhaupt, ik heb uh, mijn gezinsleden al veel te weinig gezien in mijn leven. Af en toe ging ik thuis wonen. Maar uh, ik kon nooit opschieten met mijn moeder en zij ook niet met mij. Dus dat was de oorzaak dat ik weer snel moest gaan verhuizen. Mijn vader was een paar maanden voordat ik 21 werd is hij overleden. En uh, dus die heeft nooit uh, dit verhaal meegekregen. Maar ik weet zeker als hij dit verhaal had meegekregen dan had hij nog langer geleefd. Door de adrenaline alleen al. <laughs> maar uh, ja mijn, uh, mijn moeder uh, ja die was kwaad eigenlijk want die uh, vond dat ik niet bij uh, Sonja Barend moest gaan optreden. Want ik zette uh, eigenlijk alleen maar de familienamen ter schande en dat soort dingen allemaal. Werd zij boos op jou? Ja. Hoe, hoe uh, is dat denk je tot stand gekomen? Dat is een uh, hele vreemde reactie. Nou ja, dat is net wat ik zeg. Hè. Ze schaamde zich natuurlijk er ook voor. En uh, ja, dan kom ik in één keer op een landelijke televisiezender. Voor miljoenen mensen. Uh, ja, En ik heet Loutgaarde, dus zij zal er wel op aangekeken worden. En ja, haar egoïstische belang... Uh, was voor haar blijkbaar uh, belangrijker dan, uh, dan de daad die ik op dat moment neerzet om te voorkomen dat er meerdere slachtoffers werden heb gemaakt. Jij, heb jij dat fenomeen van angst voor imago-schade, en met name bij directe familie, zie je dat vaker om je heen bij slachtoffers van seksueel misbruik? Uh, nou, nee, zelf niet, maar ik, ik ga ook niet uh, veel om met mensen die seksueel zijn misbruikt omdat uh, iedere verhaal uh, die ik aanhoor, voor mij uh, uh, mijn energie wegneemt. Terwijl ik mijn energie juist nu nodig heb voor mijn eigen zaken. En dat is niet om egoïstisch te zijn, maar dat is gewoon wel uit zelfbescherming. En wat vind je van uh, de oudere generatie die jouw verhaal op Nationale TV heeft aangehoord en daar uh, vervolgens weinig mee heeft gedaan ja ik ben ik ben eigenlijk woedend op de oude generaties uh, want uh, net wat ik zeg uh, ik was de eerste jongen die bij sonja barend op televisie kwam die verteld was werd dat ik als jongen überhaupt werd misbruikt uh, en dan ook nog eens door een hoge macht hebben maar tien jaar later uh, nadat ik op een gegeven moment heb meegemaakt van uh, ja, hoe de maatschappij met slachtoffers omging van seksueel misbruik en vooral uh, met jongens uh, ja was schandalig uh, Je had toen de tijd uh, de vrouwenbeweging was al heel ver uh, blijf van mijn lijf huizen en dat soort dingen allemaal had je maar voor jongens en mannen was het toch totaal nog niks ik merkte kort uh, na het misbruik uh, ja dan ga je natuurlijk een uitkering aanvragen je gaat zelfstandig wonen ja, dan kom je met de sociale dienst en de sociale dienst zegt, ja, niks mee te maken wat je vroeger al mee hebt meegemaakt. Je hebt geen tijd om, uh, om te verwerken. Je moet aan het werk. We willen je de uitkering hebben. Ja, en dan voel je in één keer weer die drugs van de machthebbers. Die over jouw leven gaan beslissen. En hoe, als je nu ziet, uh, dan gaan we even naar het heden. Ja. Er is nu een, uh, een commissie ingeschakeld, de uh, commissie Hendricks. Ja. Uh, die uh, de gevallen van satanisch ritueel kindermisbruik moet gaan behandelen. Ja. Uh, als je daar nu naar kijkt, hoe dat nu verloopt en hoe dat gaat, wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik sowieso uh, heel erg slecht. En ik vind inderdaad dat er een onafhankelijke commissie moet uh, gaan komen buiten justitie om. Uh, ik heb uh, laatst een, een rechtszaak gevoerd. Uh, en waarvan ik de OM en de staat uh, heb gedagvaard. Uh, wegens het uh, negeren en cepheren van kinderpornozaken. Uh, want ik heb niet alleen mij bezighouden met het aangeven van die directeur van de kinderbescherming. Ik heb me daarna ook nog bezighouden met het oprollen van kinderpornozaken. Hoe heb je dat gedaan? Uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik een. Um, nou Laat ik het zo zeggen, na tien jaar, om even die verhaal af te maken, heb ik een stichting opgericht, Stichting Schouder en Schouder, uh, voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik. En die stichting is eigenlijk altijd geleid door Jostadhouder, Ere, ere toekomt uh, Dus ik heb hem mede opgericht, maar mijn handen er weer van afgetrokken, omdat ik mij bezig ging houden met het opgeluiden van kinderporno. En dat wil je niet bij zo'n stichting uh, hebben. Uh, op een gegeven moment kreeg ik een lijstje van een journalist met namen van mensen die betrokken zijn bij een kinderporno-netwerk. En uh, dat lijstje ben ik afgegaan. Stonden daar nog hele bijzondere namen op? Ja. Uh, um, um. Eentje die. Uh, dat is de uitzending waarvan ik uh, hier te zien is. Met Peter Jarens. Uh, waarmee ik mijn verborgen camera kinderporn oprol. Uh, dat was de heer Buitenhuis. En. Uh, uh, die banden zijn later bekeken door professor Wolters. Uh, die verklaring staat ook in mijn uh, boek uh, geschreven. Want nogmaals, alles wat in mijn boek staat is uh, met feitelijk bewijs uh, onderstreept. Die heeft die banden bekeken en die, uh, die zegt met zes uh, onafhankelijke artsen, kinderartsen, psychologen en dat soort dingen. Het gaat hier om kinderen van 11, 12, 13 jaar, die uh, banden die je hebt opgerold. En toch besluit justitie om de zaak te sepioneren. Uh, de derde zaak die uh, ik heb aangepakt is van Karel Maasdam. En die is ook betrokken bij het proces van Joris Demmink. Dat is een uh, kinderproducent, van, uh, maker van kinderporno uh, dingen. En die heeft weer een link met De Troe in België. Uh, ik heb die band ook uh, ingeleverd nadat ik een uitzending zag van uh, Twee Vandaag. Waarvan ze het hadden over De Troe en zijn contacten in Amsterdam. En ik had al eerder uh, een rondje gemaakt door Nederland, uh, bij sekshophouders, om naar bepaalde titels te kijken uh, van banden waarvan ik zeker weet dat het kinderporno is kinderporno. En die band die had ik gevonden in Den Haag, kinderporno in het Amstel Hotel. En uh, die heb ik uh, naar aanleiding van die uitzending uh, van De, de trou ingeleverd in Haarlem, bij officier van Justitie Hartjes. Die heeft die band laten onderzoeken. En daar werd uh, door een policeagent gezegd: uh, Nou, Robert, ook hier heb je gelijk in. Dit gaat om een 14-jarige jongen. Dus we gaan die zaak overhevelen naar nou, de OM in Amsterdam. Want daar heeft het licht uh, plaatsgevonden. En uh, wat zegt uh, de OM? Uh, Wij kunnen de leeftijd en de namen niet achterhalen. Net zoals met, waarbij ik met verborgkamer de kinderporn had opgerold. Dus er zijn al drie zaken die onder justitie weggejorist zijn. Ja, want daar komt de term van je boek vandaag, weggejorist. Ja, je komt uh, ja. met feiten aan. Ja. Dat, dat is echt jouw manier van handelen uh, om dit aan het licht te brengen. Ja. Goed onderbouwde feiten met bewijzen, kom je naar buiten. Nou, vooral omdat het ook uh, uh, en dat maak je pas achteraf mee. Uh, toen de tijd uh, dat ik dat allemaal oprolde en aan de kaak stelde, de, de periode was met de Rolodex onderzoek. En de Rolodex-onderzoek, dat wil zeggen dat er uh, onderzoek werd gedaan naar fouten officieren van justitie, maar ook naar Joris Demmink, toenmalig uh, ja, de hoogste baas van justitie. En uh, die zaak die is, uh, die is gebroken omdat uh, ja, iemand uh, ja, de, de, de daders heeft ingelicht, zeg maar, dat er een onderzoek was. En dan is het wel inderdaad wrang als ik, als ik met bewijzen aankomt dat dat gewoon weggehoord wordt, onder de tafel wordt gedaan. En daarom heb ik dus uh, de staat uh, uitgedaagd om te zeggen van uh, ja, ik wil dat uh, deze doos met uh, al die zaken, dat, daar een, uh, dat dat wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dus wat nu wordt, politiek wordt geprobeerd te doen hè, met de commissie Hendricks, probeer ik via de rechter voor elkaar te krijgen. Helaas is het niet gelukt. Ik moet nu zelfs 2000 euro betalen. Uh, en als ik in hoger beroep ga en ik verlies dat, moet ik bijna 4000 euro betalen. Nog buiten die 2000. Uh, dus ik zit nog wel met een dilemma. Hoe ga ik dit nou verder aanpakken? Waar haal jij de onverzettelijkheid vandaan? Om na al die jaren en continu weggejoris te zijn, toch nog door te gaan met het voeren van bewijslast en het procederen en het aan het licht brengen van deze zaken met kindermisbruik? Ja, nou, onrecht geeft je energie. Als mensen de boekenprestatie weggejorst zien, zie je, uh, ja, daar zeg ik dat ook bij. Uh, en zeker als je, als je zoveel feiten en waarheden in, 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 in je handen hebt, ja, dan, dan kan je daar niet mee omheen. Uh, je hoort mij uh, geen verhalen vertellen die niet waar zijn. Is er iets wat je zou willen zeggen tegen mensen die op dit moment seksueel misbruikt worden, maar er niet mee naar buiten durven te komen? Ja, probeer in ieder geval toch iemand te benaderen waarvan jij het gevoel hebt, daar kan ik mijn eieren kwijt. En als je het nog niet kan, probeer afstand te houden van de situatie. En probeer de situatie te overzien, hoe je er op een gegeven moment wel uit kan komen. Heb jij het idee dat nu dit uh, de laatste periode meer aandacht krijgt. Uh, ook uh, op, in het publieke terrein, zeg maar. Dat er in de Kamer worden de vragen over gesteld. Er zijn verschillende mediabedrijven die hier aandacht aan besteden. Er zijn ook steeds meer bekende mensen die niet meer wegkijken... maar uitspreken dat dit een probleem is in onze maatschappij. Um, is, is er iets um, wat jij, waarvan jij kan zeggen... Dat er hoop is voor de toekomst, dat dit stopt? Nou ja, ik heb altijd al gezegd: er moet een soort uh, controlesysteem komen op dat jeugdzorgbeleid. Uh, de rechters die geven dat nu ook al, of tenminste, er is in ieder geval een rechter uh, gezegd: van ja, ik moet de, mijn eigen zaak ook eens onder de loep nemen. Ja, heb, ik, heb ik niet soms te snel gehandeld in, 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 in kinderzaken en dat soort dingen allemaal? Dan moet gewoon een commissie, een controlesysteem komen op de kinderbescherming. En, uh, want het is natuurlijk te, te boos dat, dat kinderen in de gevangenis terechtkomen omdat er geen plek is bij pleegouders. Je zal dat, kijk, ik heb ellende meegemaakt, maar soms denk ik. Zeker met de kinderen die nu gewoon in de internaten zitten en dat soort dingen. Je hoort daar ook helemaal niks verder over in de media. Ja, hoe? Hoe is het om onder om de macht op te groeien? Dat hoor je niet. Dat, dat, dat is vanzelfsprekend. Uh, ja, en dat moet niet vanzelfsprekend zijn. Vind ik. Want als kind kan je totaal niks doen. Je kan niet onder die macht weg. Is er in het verleden een commissie geweest? Uh, ja, ja, er zijn uh, wegens seksueel misbruik is de commissie Deetman op een gegeven moment uh, naar voren gekomen. En zo ben ik eigenlijk er ook achter gekomen dat, want uh, ik heb toen een claim ingediend. Omdat ik uh, wou kijken van de katholieke kinderbescherming, hè, zoals dat uh, werd genoemd. Uh, wie daar nou eigenlijk precies verantwoordelijk is, uh, dat soort dingen. En ze hebben dat allemaal uitgezocht en toen bleek dat André Beemster zelf de kinderbeschermingorganisatie had opgezet. Maar hij heeft dat woordje katholiek er expres tussen gezet omdat het vertrouwelijk overkwam bij mensen en dat was, klopt ook wel in de jaren zeventig. Iedereen was nog katholiek en, en, en dat soort dingen allemaal. Dus dan is het logisch dat je heel snel naar zo iemand toe gaat. Dus ja, daar kom je daar later ook dan nog achter, weet je wel, van wat uh, weet je wel, het is niet alleen mijn voogd geweest. Want dat wist ik uh, op dat moment uh, als kind, ja, wist ik wel dat hij invloed had op mijn leven, maar ik wist nog niet dat hij directeur was bijvoorbeeld. Ja, toen hij me misbruikte en dat soort dingen. Dat zijn dingen waar je allemaal later achter komt. En dan kom je later ook nog achter dat hij het zelf heeft opgezet. Ja, en dan denk ik dat is zo uitgekookt geweest. Want justitie moet er van op de hoogte zijn geweest. Want iedere jaar uh, wordt er ook uh, subsidies gegeven aan, uh, aan de psychiater. Dat staat ook te lezen in mijn boek. Uh, dat die subsidie aanvraagt uh, aan het ministerie om mij te begeleiden. Dat soort dingen. Dus justitie is altijd al op de hoogte geweest. Van zaken. Het klinkt echt als een gesloten circuit waarbij hooggeplaatste ambtenaren elkaar de hand boven het hoofd ja. houden. Ja, ja. en als, als topmunt is dat Joris Demmick. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, uh, op een gegeven moment kwam uh, Joris Demmink kwam bij mij in beeld. Nadat ik uh, met Verborgen Kamer de kinderporno had opgerold en dat soort dingen, te Amsterdam. En toen kwam die in oorspraak eh, omdat er jongens waren misbruikt in het andere Frank Placeau. In Eindhoven, volgens mij. En Henk Krol die is daarmee bezig geweest. En eh, ik heb vroeger wel eens eh, in de keekrang gestaan om mijn verhaal eh, te vertellen. Maar ook om, eh, omdat ik weet, gewoon binnen een homofiele gemeenschap zullen ongetwijfeld ook slachtoffers zijn. Uh, dus ik heb echt op heel veel verschillende manieren. Mijn verhaal uh, gedaan in de media, en daarom ben ik ook zo kwaad inderdaad op die oude generatie. Want die hebben gewoon nooit wat gedaan met uh, al die televisieuitzendingen. Uh, toen kwam die in, uh, in een opspraak in de keekrand. En toen heb ik een uh, oproep geplaatst. Uh, om uh, lotgenoten, zeg maar, uh, zich bij mij te laten aanmelden. En uh, nou ja, die e-mail werd uh, heel snel gehackt, uh, en bij de postbus kwam niks binnen. En toen begon ik, en ik de naam te krijgen van Joris Demmink. En toen begon ik te beseffen: hé, hey, dat is een topambtenaar van justitie. Waarom zijn al die zaken geseponeerd? Maar toen kwam ik er ook nog achter dat toen de tijd dat ik aangifte deed, samen met die Kuls, bij het politiebureau in Den Haag, dat hij hoofdpolitie was, zaken in Den Haag. Dus hij heeft alle ruimte gehad om mijn dossier bij de verkeerde officier van justitie neer te leggen. En zo gezegd, zo gebeurt. En ja... Ja, dan is het één en één is twee. Daarna heb ik nog uh, een hele grote uh, krantartikel... Uh, wat ook te lezen is, wederom weer in mijn boek. Uh, van Beerpunt naar Doofpot. Uh, Daar noem ik hem bij naam. Bij paard en naam. Uh, en dan belde ik uh, naar uh, de ministerie van Justitie op. En dan vroeg ik naar de heer Demmink... En toen kreeg hij zijn rechterhand uh, aan de telefoon. Uh, om hun op de hoogte te brengen van deze krantartikel. En toen zeiden ze al van. Uh, ja, Robert, uh, dat weten we wel, deze krantartikel. want wij hebben een dossier van jullie hier op de directieafdeling. Wat doet u in godsnaam een dossier over mijn leven op de directieafdeling? Dus tal van vragen en. Uh, ja, ik bos maar tegen de muren op. En ik gooi het maar de maatschappij in, en uh, welke podcast ook, of, of wat welke televisieoptredens ook. Alleen het wordt niet opgepikt door de maatschappij en door de politiek, en daar maak ik me echt kwaad om. Zouden we kunnen zeggen dat het probleem tweeledig is? Eén, de corruptie binnen, justi de, binnen justitie zelf, mm -hmm. en twee, het wegkijken van de mensen in de maatschappij bij dit probleem? Ja. Dat is absoluut zo. En ja, daarom. Kijk, ik zat daar van de week nog over na te denken. Ja, eigenlijk is het niet zo gek dat mensen wegkijken. Nou, als je ziet dat de, de meeste kinderporno hier gehost is, wereldwijd. Ja. Ja, ja en. De, uh, ja. Denk je dat het uh, onderwerp te zwaar is voor veel mensen om mee geconfronteerd te worden? Ja, ik denk uh, zodra je het te maken hebt, uh, ook al is het een familielid. Uh, waar je dan wel bij betrokken bent, dan gaat het vlammetje pas leven. En ik denk, uh, voor die tijd niet. Dan is het uh, een soort ver van mijn bedshow. Dat is net zo goed als mensen die nu bij de voedselbank lopen. Geen een, uh, je hoort, ze, je hoort ze niet in de maatschappij, daarover klagen. Het is schandalig dat zo'n rijk land als dit, dat er mensen zijn die bij de voedselbank lopen. En, uh, ja, dus ik hoop dat, dat, dat er echt een onafhankelijke commissie komt. Van de mensen die zich uh, wel interesseren voor dit onderwerp, die hier meer over willen weten, die wel de waarheid onder ogen willen zien, die bijvoorbeeld jouw boek lezen, uh, wat voor reacties krijg je van die mensen? Uh, Robertje bent een voorbeeld voor velen. Alleen maar positieve reacties. Ik, uh, ik ben, uh, wanneer was het oktober vorig jaar, bij de podcast in de Lange Frans geweest. En dat is ook weer zo raar. In lange Frans is toch wel iemand die veel besproken wordt in de media. Zijn YouTube-kanaal is er vanaf gehaald bij een podcast die daarvoor was plaatsgevonden. Ik heb mijn verhaal ook daar gedaan. En uh, een heleboel positieve reacties erover: uh, goed bezig en aanpakken die hap uh, die en, uh, en dat soort dingen allemaal. Dus ja, daar, daar, daar heb ik, uh, ik heb nooit een negatieve reactie gehad over de manier hoe ik het aanpak. Maar uh, dan verbaast het mij wederom weer dat het niet wordt opgepikt door de media. De echte landelijke media, om het zo maar te zeggen. Want ja, daar word ik nog steeds door weg Joris. Want je zou zeggen, als jij uh, een rechtszaak begint tegen de OM, tegen de staat, wegens het te uh, negeren van kinderpuntenzaken onder het beleid van Joris Demmink. Periode. Uh, ja, dat dat uh, wel landelijke nieuws uh, hoort te zijn, maar uh, nee. Wat doet dat met je? Ja, dat vreet aan me. Dat vreet aan me. Ja. Uh, maar ja, wat kan ik doen? Uh, niks. Ik kan, uh, ik kan alleen mijn woord uh, verspreiden door uh, inderdaad uh, in dit soort programma's te gaan verschijnen. En dat soort dingen. Denk je dat het zou helpen als mensen in de maatschappij hierover beginnen te praten met elkaar? Ja, zeker. Ik weet zeker als er een onafhankelijke commissie gaat komen. Uh, als die Hendriks eruit ge gesodemieterd is, om het zo maar te zeggen. En niet onder justitie valt die commissie. Dat er heel veel uh, verhalen naar boven gaan komen die, uh, die echt de moeite waard zijn om te horen. Alleen, kijk, ik, ik begrijp mensen ook wel. Uh, Ieder mens heeft zijn bagage. Uh, en je kan maar zoveel aan. Dus uh, ik vind dat er wel knap hoor. Hulpverleners die, uh, die anderen kunnen helpen daarmee. Uh, ja. ja, dus ik begrijp dat wel. Ja. Als kind ben jij dus niet heel dicht bij je ouders geweest altijd. Dus je hebt nooit echt onder de hoede van je biologische ouders gestaan. onder een vorm van ouderlijke bescherming. Mm -hmm. um, uh, hoe ver is dat gegaan? Zeg maar, hoe lang ben jij... Uh, en hoe ver ben jij van je ouders weggeraakt? Ja, heel ver. Uh, af en toe uh, woonde ik kleine periodes. En noem een paar maanden uh, woonde ik thuis. En uh, ja, omdat het niet ging tussen mij en mijn moeder... Uh, moest ik uh, uh, weer verhuizen. Uh, dus dan kwam ik kwam weer in een pleeggezin terecht. Of in een internaat terecht. En dat soort dingen allemaal. Dus uh, ja, ik denk dat ik mijn ouders... Uh, ja, Globaal gezien een, een maand heb meegemaakt, heel mijn leven. je het echt allemaal bij elkaar opdeelt, of misschien twee maanden dan? En in uh, hmm. wat voor situaties heb jij je het meest uh, geïsoleerd gevoeld, het meest afgezonderd van de rest van de wereld die jou enigszins zou kunnen helpen? Ja, het gekke is, uh, ik ben iets van 28 keer verhuisd om 21 jaar. En uh, het gekke is, ik heb dat verhuizen, heb ik mijn ouders eigenlijk nooit kwalijk gevonden. Wel, de konden de kinderbescherming kon te staan en misbruikt werd. Uh, maar dat verhuizen en dat soort dingen, nou, dat, 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 je groeit ermee op als kind. Je bent het op een gegeven moment gewend. Hè? Van, van A naar B te gaan en van B naar C. Nee. Weer andere mensen leren kennen en dat soort dingen. Dus je weet niet beter. Heeft dat op... allemaal in Nederland plaatsgevonden? Ja, ja het heeft uh, allemaal in Nederland uh, plaatsgevonden. Uh, ik logeerde op een gegeven moment in Wassenaar uh, voor de tweede keer. In dezelfde internaat. En uh, ik leerde daar een kok kennen. Die directeur die had ook contacten met de directeur van, de, van die internaat. Dus ik weet niet in hoeverre ik uh, daar uh, in een, in een kinderporno-netwerk ben beland geweest, om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment mocht ik met die uh, kok naar het buitenland toe, naar Spanje toe, met zijn vrouw. Dat hield hij mij voor. En in die periode dat ik uh, in de internaat woonde, toen ging ik ook tegelijkertijd verhuizen naar pleegouders. Uh, en toen ik daar op een gegeven moment woonde, toen bracht ik die vakantie aan naar Spanje toe. En uh, later las ik in mijn jeugdzorgdossier, waarvan ook daar weer een bevestiging in staat in mijn boek, dat André Beemster, die directeur van de kinderbescherming, mij had meegegeven uh, aan deze man om op reis te gaan naar Spanje. En toen ik in Spanje aankwam, toen werd ik misbruikt door deze man. Toen mijn pleegouders mij op Schiphol afzetten, toen, uh, toen had hij een spoesje van ja, mevrouw die zit al in Spanje of die gaat naar Spanje, die komt nog naar Spanje toe. Dus mijn pleegouders die hadden zoiets van oké, okay, dat zit wel goed. Ga maar mee, we willen jouw vakantie niet uh, verpesten. Ik was toen 15 jaar. Ik heb tien vreselijke dagen meegemaakt daar. En uh, toen ik terugkwam uh, in de vliegtuig en ik landde in Holland, ja, toen dacht ik shit, hoe moet ik dit nou weer gaan, uh, gaan rechtbreien om het zo maar te zeggen, want ja, je wil aan je pleegouders niet laten zien dat je bent misbruikt, want ik denk als ik dat ga vertellen, dan komt die andere Beemse zaak ook naar boven, ja, en dan ga ik weer een gevaar vormen voor mezelf, want dadelijk kom ik in een psychiatrische inrichting. En uh, dan word je niet geloofd. Waar was je het meest bang voor? Dat mensen je niet zouden geloven of voor de instanties? Nee, voor, voor dat mensen je niet zouden geloven, zodat je uiteindelijk bij de verkeerde instanties terecht zou komen. Dat je dus, uh, ja, je bent misbruikt door een directeur van de kinderbescherming. Ja, je bent misbruikt in Spanje. Uh, ja, is dat allemaal wel waar? Dat soort dingen allemaal. Dus nee, dat, daar was ik heel erg bang voor. Ja. Uh, mijn huis is in de fik gestoken nadat ik met de verborgen camera de kinderporno uh, oprolde. Ja, ik kan niet zeggen dat het door die seksophouder is gebeurd, maar ja, mijn, uh, de rest stond wel op dit proces verbaal. Uh, nou, dan moet je je weer in een keer verhuizen naar een andere gemeente, dan kom je in een keer in een caravan te wonen. Jouw huis is in de brand gestoken? Ja. En wanneer nou. is dat gebeurd? Ja, dat was toen, uh, kort nadat mijn, uh, toen ik met verborgen camera de kinderporno had opgerold, in de uitzending van Peter Urens waar heb je dan daarna nog de moed vandaan gehaald om toch nog door te gaan? Ja, dat gaat uh, iedere keer die onrecht geef je energie. Je weet gewoon dat je op de goede spoor zit en dan laat je niet los. En net zoals nu, ik laat niet los. Heb jij ook haatdragende gevoelens naar al die daders van seksueel kindermisbruik? Ja, zeker. Nou ja, uh, ja, zeker. Uh, uh, Zeker, zeker uh, mensen die, die, die onder macht uh, dit soort praktijken uh, uitvoeren. Nou ja, iedere dader is natuurlijk uh, fout. Maar, maar vooral die machthebbers. Ja. Hoe mm. vind jij dat deze mensen moeten worden aangepakt? Die moeten TBS krijgen. Ja. ja, echt. En uh, ik, 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 uh, er is ook een uitzending te zien uh, op mijn YouTube-kanaal. En die heet de Politici, waarvan ik een dvd'tje uitreikt. Naar Mark Rutte en Wilders en, en nog wat uh, politici. En uh, waarmee ik eigenlijk die Kinderpornozaak allemaal op een rijtje heb. Waarmee ik al aandacht vraag aan de politiek van... Hey, treed hier tegenop. Doe er wat mee. Nou, daar uh, uh, werd niks mee gedaan. Dus Mark Rutte was er tien jaar geleden van op de hoogte. Van mijn zaken. En Wilders ook. Wordt niks mee gedaan. Dus uh, ja, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat het nu wel wat politiek gaat uh, opleveren. Je zegt dat de dimissionair minister-president van dit moment op de hoogte was. Ja, sterker nog, uh, de huidige voorzitter van de Tweede Kamer Vere Bergkamp, uh, daar laat ik hier een foto van zien. Uh, daar sta ik mee in de krant. Uh, waarmee ze bij mijn boek in ontvangst neemt. En zij heeft naar aanleiding van mijn boek Weggejorst, heeft ze uh, een motie ingediend dat alle kinderen die onder de jeugdzorg bestaan, uh, leven eigenlijk, en de maken krijgen met geweld, of het nou uh, misbruik is of andere geweldvormen, altijd gehoord moeten worden. Nou, ik vind dat een beetje vreemd, dat moet je altijd als kinderbescherming doen. Maar uh, vooral ook dat er nazorg moet gaan komen voor uh, de slachtoffers. Nou, inmiddels is dat iets van drie, vier jaar geleden. Uh, dus ik ben benieuwd of er nazorg überhaupt al is ontstaan binnen de jeugdzorg. Dat weet ik niet. Ik heb dat voor de rest niet gecontroleerd. Maar wat ik wel weet, is dat ze mijn boek doorgelezen heeft. Dus een motie heeft ingediend. En daarna heeft ze mijn boek doorgegeven aan Maarten Groothuizen, ook van D66. En die was officier van justitie, oud-officier van justitie. En uh, ik heb hem die boeken laten lezen, omdat ik wou dat ook die kinderbonenzaken geseponeerd en genegeerde kinderbonenzaken, dat hij de kamervragen over zou stellen. En tot mijn grote verbazing en irritatie heeft hij dat geweigerd om dat te doen. Vera Bergkamp die was ook op deze zaken van op de hoogte, doet er niks mee. En Mark Rutte, en dat is ons huidige kabinet. Mark Rutte ook niet. Ja, dus ik heb uh, sowieso al uh, geen vertrouwen uh, daarin. En daarom vind ik die onafhankelijke commissie ook zo belangrijk. Hoe ver denk je dat de corruptie gaat hier in Nederland? Heel ver. Ja, heel ver. Als je het, als je het al zo ziet dat zelfs mijn verhaal gewoon de landelijke pers niet haalt. Uh, uh, kijk, vergeet niet, dit is imago schade. Toen mijn rechtszaak liep. Uh, uh, Kijk, 25 augustus was dat. Uh, is dat gefilmd door Roy Dames. Een documentairemaker. Die bekend is ook van de documentaire Foute Vrienden. Die heeft dat allemaal gefilmd. En uh, ik had uh, toen het liefst een livestream erbij gehad. Maar dat werd geweigerd. En er werd ook geweigerd dat er geen publiek aanwezig mocht zijn. Op twee man mensen na. En dat is Plug geweest. En zijn cameraman vond de Kuls kon helaas uh, uh, niet komen, maar zij is wel betrokken geweest in dit proces ook. En ik had echt het gevoel van, nou ja, we hebben een goede rechter. Die heeft zich ingelezen in mijn boeken. Die heeft uh, mijn diverse televisieuitzendingen gezien. Dus ik, uh, ik had er echt een goed gevoel over. Maar de zaak uh, is eigenlijk uh, gezegd van... Uh, nee, we gaan niet met uh, een helikopterview die zaken bekijken. Uh, uh, maar we gaan... Uh, Zorgen dat je artikel 12 dus per zaak de zaak moet gaan aanpakken. Terwijl eigenlijk de zaak had zo moeten wezen dat de OM, die ik had uitgedaagd had moeten zeggen tegen de rechter inderdaad, rechter, meneer Van der Luitgaard heeft gelijk. Dit zijn zo far, zoveel dubieuze zaken die niet genegeerd zijn. Ja, wij wij zijn het ermee eens. Stel maar een, een verdere onderzoek in. In hoeverre zie je dat de media hier een rol speelt? Uh, nou ja, als, als uh, mijn zaak eerder al in de media te sprake was geweest, had dat uh, de nodige druk opgeleverd. Nee. En omdat er geen media is geweest, uh, ja, hou je het vooral met je klein. Vind je dat de massamedia mede verantwoordelijk is ja, voor het zaak? Ja, Absoluut, absoluut, absoluut. Uh, toen ik ook met Verborgen Kamer uh, de kinderporno oprolde, had ik ook verwacht dat de landelijke media zou worden. Uh, maar behalve de lokale uh, krant uh, in M heeft daar uh, verder niks over geschreven. Is er verder niemand wat, over geschreven. Is er iets wat je tegen de massamedia zou willen zeggen? Ja, kom eens in actie. En Vooral Koen uh, Voskel. Die heeft vroeger uh, diverse zaken over Demming uh, geschreven ook. En uh, die heeft mij zelfs 10 euro uh, gestort toen de tijd om uh, informatie op te vragen of hij bekend was bij de AIVD. Voor onderzoekingen. En uh, dat bleek dus zo uh, geweest te zijn, dat ik uh, bij uh, een onderzoek van de AIVD betrokken was. Dan kan je ook aanvragen, uh, of dan kan je afvragen van. Ja, wie heeft die uh, onderzoek aangevraagd? Is dat Deming geweest? Is dat, eh? uh, toen kom, uh, Voskel daarmee confronteerde, uh, ja, daar ging hij niet op in. En ook met deze rechtszaken niet. Dus zeker heeft de media hier uh, je schuld aan. Absoluut. Kun jij nu na alles wat er gebeurd is en na alle strijden die je gevoerd hebt, kun je genieten van het leven? Nee, nog steeds niet. Nee. Dus uh, ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik ben nog steeds ongelukkig. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb alle reden om trots op te zijn. Uh, ik ben graag ook een voorbeeld voor andere mensen. Geef nooit op. Blijf je verhaal iedere keer maar aan de weg timmeren. Uh, ja, word je misbruikt, probeer toch een vertrouwenspersoon te vinden. Heb jij uh, na het seksuele misbruik een manier kunnen vinden om goed voor jezelf te zorgen? Nee, nog steeds niet. Waarom is dat, denk je? Uh, nou ja, omdat er een, een, een hele dikke snee zit in mijn hart. Net wat ik zeg, ik, uh, ik heb alle redenen om trots te zijn op mezelf. Uh, ik heb zoveel dingen aan de kaak gesteld. Uh, maar ja, als je geen feedback krijgt, uh, terwijl je die wel verdient. Ja, is het heel moeilijk natuurlijk om, om ja, de, met dezelfde energie door te gaan. Waar zit voor jou de meeste pijn? Naast de positieve reacties uh, op mijn boek en op diverse tv optredens en podcasten. Ja, uh, heb ik nog weinig gelukkige dagen meegemaakt. Ja. Heb jij ooit weer contact gezocht met je moeder? Ja, uh, ik werkte op een gegeven moment. Uh, Achter, op een blauwe maandag werkte ik achter de schermen uh, bij Jaap Jongbloed. En uh, op een gegeven moment heb ik uh, de redactie gevraagd of ze contact konden maken uh, met mijn moeder. Daar had ik al jarenlang geen contact meer uh, mee. En uh, nou, dat hebben ze gedaan en uh, ik zei, uh, maar ook voor de mensen thuis, uh, pas op het is best wel schokkend. Eh, uh, uh, het gesprek laten horen. wat uh, de redactie vermist heeft gehad met mijn moeder. Uh, Zo, ik bel u. In 99, ja. In 99, U is uw hersenbloeding Ja. Ik bel u namens uw zoon Robert. Ja. Nou, wil ik niks mee te maken hebben. Nee. Nee. Zo lief, het is het ook niet. Maar hij zou graag contact met u hebben. Nee hoor, dank u niet. Nee. nee. Ook niet nu is het zo slecht gaat met... Nee, ik heb genoeg op mijn eigen. Ja. Maar ja. U zou niet graag uw kinderen willen zien. Nee, gewoon die goed van me waren wel. Maar stel je voor dat ik nog goed wil maken. Nee hoor, echt. Nee. Nee, echt geen boef dan. Ik ben er heel zeker van uw zaak? Ja, echt wel. Gaat het goed een beetje, mevrouw? Ja hoor. Heeft u pijn? Ja, veel pijn steeds. En ja. mijn, mijn linkerbeen is lang. Die benen doen het niet meer. Nee. Ik heb het niet meer en mijn linkerhand ook niet. Oh. Daarom is mijn vingers helemaal erg kort. zeg, want voor die tijd had u niks. Was er niks van de hand? Nee, ik ben aan de... Aan de nachtoperatie geopereerd. Ja, wanneer? Daarvoor dan? Ja, 98 ja. Ja, ja. Hoe weet hij dat ik hier ben? Dat weet hij niet, ik heb u gevonden. U, zit, u, u bent daar pas, hè? Ik, sinds maart zag ik. Nee, sinds april. Ja, ik, dat heb ik ontdekt. Ja. Ik via de gemeente en zo, maar. Hij weet het niet. Nee, hoeft het ook niet te weten, ik hoef het niet te zien ook. Weet u het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ik wil vast. Oké, okay, nou dan geef ik hem dat door. Dat is nogal schokkend. Hip. Yep. Hoe was dat voor jou om dat zo terug te horen, haar reactie? Ja, dat was uh, inderdaad uh, net wat je zegt, uh, zeer schokkend. Uh, ja, ik had uh, al meteen zoiets van, oké, okay, dit is haar uh, afscheidredenen en uh, ja, ik moet ermee leren handelen. Meer kan ik niet doen. Was de drempel hoog voor jou om meer contact met haar te, te zoeken? Nee, omdat ik uh, toen de tijd al trots was uh, op de diverse televisieuitzendingen wat ik toen de tijd had gedaan. Dus ik denk, nou, uh, waarschijnlijk is ze misschien wel bijgedraaid. en uh, Ja, misschien kunnen we gewoon eens uh, opnieuw uh, proberen de relatie aan te gaan. Dus, maar ik wist helemaal niet, natuurlijk niet dat ze in een verpleeghuis uh, al zat en, en dat soort dingen allemaal. Huh. Ja. Uh, je moeder zei heel duidelijk, ik heb genoeg aan mijn eigen, dat is een hele egocentrische reactie. Ja. Denk je dat dat in de maatschappij ook de reden is waarom heel veel mensen wegkijken, dat ze zichzelf voorhouden van uh, ik heb genoeg aan mezelf overeind houden, ik heb geen tijd voor andere dingen daarbij? Ja, dat, uh, dat uh, geloof ik uh, 100% zeker. Dat is net wat ik uh, al eerder aangaf, ik kan ook niet te veel verhalen. Van anderen uh, tot mij uh, nemen, om het zo maar te zeggen. Want dat kan ik niet verwerken. Hoe gaan we dit dan oplossen met z'n allen als maatschappij? Nou ja, zorgen dat er inderdaad een goede commissie komt. En zorgen dat, er, uh, dat, uh, dat jeugdzorg uh, ja, onder een vergrootglas uh, komt te zitten. Hè? Dat er de verhalen uh, uh, naar boven komen. Maar ook gekeken wordt van hoe rechtvaardig is het inderdaad als de kinderen uit huis worden geplaatst en wanneer niet ja dat dat heel erg belangrijk is en ja voor de rest ja, blijf praten met elkaar. Dank je wel voor je komst, je openhartigheid en het lef om hier te zitten en jouw verhaal te doen. Ja, nou dank je wel voor de mogelijkheid ook. Graag gedaan.